Dit programma wordt u mede mogelijk gemaakt door Gira's Bloemenkas en Traiteurslager Huizing. In dit uur besteden MO Spiarts en Patrick Brinks aandacht aan het piratencultuur. Dit is RTV 1 Piratencafé. Luisteraars, een goedenavond en welkom. Dit is RTV in Piratencafé. Tegenover mij zit Patrick. Goedenavond. Ja hoor, daar is die weer. Ja, goed. Ja, vorige week niet, hè? Nee. 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 Komt even niet wachten. Het lukte niet in de planning. Nee, nee. Nee. Gelukkig ben je er weer. Dat was wel nodig. Ja, we hebben nog iemand aan de bar zitten. Dat is Monika West. Ja, goeiedag. Goeiedag, Monika. Ja. Een goede reis gaat hier naartoe? Ja, het regende, maar goed. Ja. Ja. Je komt uit Zuid-Laren, toch? Begrepen? Ik kom uit Zuid-Laren, ja. 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 Nou, de weg hierheen vond ik heel gemakkelijk te vinden. Mijn broer woont hier vlakbij, dus het was niet moeilijk. Nee, oké, ja. En je hebt je dochter meegebracht? Ja, die heb ik meegebracht. Roxanne? Ja, die wil graag mee. Ja. Ja, hartstikke leuk. En ik begreep van haar dat ze vaker met je meegaat. Ja, nee, dat vindt ze heel fijn. Ja, nou super, ja. 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 Wie is Monika West? Wie is Monika West? Nou, is een algeheel genomen, zou ik zeggen, zangeres van country-achtige, Nederlandstalige muziek. Okay. Uiteindelijk. Daar ben ik natuurlijk niet mee begonnen. Maar dat is toen ik onder de naam Monika West dan verder ging, zeg maar. Toen werd het dus dat genre muziek. Ja, en hoe is het begonnen? Nou, het is begonnen op mijn 12-jarige leeftijd. Toen ben ik begonnen. Ik zong thuis altijd al mee met plaatjes. Mijn moeder die haalde altijd die plaatjes en dan zong ik thuis mee. Ja. En op de 50-jarige bruiloft van mijn grootouders... Toen was daar een duo en die speelde leuke muziek. Ja. En als je dan 12 bent, dan denk je... Hey, dit is mijn kans. Ja. Ik vraag of ik mee mag nou, zingen. Nou, kijk eens aan. Dat mocht. En dat mocht direct. Dus en nou, het waren allemaal liedjes die ik wel kende. Dus ja. De hele avond heb ik af en toe even lekker meegezongen. Oh, kijk eens aan. Ja, dus er was ook niet één liedje. Daar was niet één liedje. Nee, oh, fantastisch. Nee, ja. Want, ja. Ik had gelijk de smaak te pakken. Dus ik denk... Dit wil ik. Ja, en hoe is dat dan verder op gang gekomen? Nou, toen daarna ben ik mee gaan doen aan talentenjachten. Mm-hmm. En dat soort dingen. Ik heb er ook verschillende heb ik gewonnen. Dus met een 12, 13, 14. Ja. Toen stond er, was op mijn 14, er stond een advertentie in de krant. Er was een groep uit Groningen. De René Five, die vroeg een zangeres. Oké. Okay. En ze hadden een zanger en het was vier muzikanten, een zanger... En een zangeres wilden ze er graag bij. Dus mijn pa zegt, hup. Ja, solliciteren. Ja, nee. Precies. Ja. Ja. Dus gebeld en nou, ik kon komen voorzingen. Ik werd gelijk aangenomen. Okay. Dus ik zat in de band. Ja, wat te gek. Vol zenuwachtig zeker? Op dat moment? Nee. Nee, eigenlijk niet. Okay. Nee. Nee. Ja, van nature was ik toen heel verlegen, dat wel. Maar dat durfde ik toch wel. Ja, okay. Knap. Ja, en de René Five, dat was een band die echt nou, overal speelde. Hmm. Ja, dus en wat voor soort muziek was het? Nou, de muziek, dat was over het algemeen Engelstalig, maar ook wel een beetje Nederlands erbij. Dus gewoon het top 40. Ja, maar wel koffer, zeg maar. Ja, ik zong toen veel liedjes van Brenda Lee, bijvoorbeeld, maar ook wel van Willeke. Ja, precies. Spiegelbeeld. Ja. Dus dat soort liedjes en... Nou, gelijk mee repeteren. Nou, dan had ik een aantal liedjes ingestudeerd met hun. En op pad, we gingen overal heen. Heel Noorden, Duitsland zelfs. Oké, okay. Oh, super. Dus dat ging gelijk goed. Ja, ja. En hoe lang heb je daar bij die band gezeten? Een paar jaar ben ik erbij geweest. Ja. En toen, nou, toen ik 16 was. Toen wou ik met eigen band beginnen. Dus dan heb ik muzikanten gevraagd via advertenties. Ja. Ja, en toen werd het dus Monique en de Sensations. Oké. Okay. Nou, en dat, mijn vader die ging dan op pad om de muziek te versieren. Zo noemden we dat dan. Ja. En nou, dat ging hartstikke goed. Ja, en dat was gewoon ook een beetje hetzelfde genre, zeg maar. Ook koffers en... Top 40 en Nederlands. En Nederlandstalig, oké. En Nederlandstalig. Ja. Dus, en daarna hebben we... Ja, met bandjes heb je altijd dan wissel je van spelers. Dan is weer één erin en één eruit. Mm-hmm. Zo gaat dat. Gaat altijd een beetje in en weer. Hè? Gaat altijd heen dat hoort ook overal, hè? Ja, dat is overal zo. Ja, klopt. Ja, ja. En toen werd het dus Monique en de Saints. Oké. Okay. Toen was Roger Moore, die speelde de Saints. Dat was in die tijd. Dat is een nieuwe naam. Monique en de Saints. Hm. Nou, dat ging hetzelfde. Dat was ook hetzelfde soort muziek. Eigenlijk. Dat ging ook hartstikke goed. Ja, oké. Okay. Dus dat heeft ook een aantal jaren geduurd.
En toen weer wisselingen. En toen werd het dus Flame. En Flame, dat was ook een, nou, echt een top 40 band. En dat ging dus ook echt heel goed. En toen was een van de jongens die erin zat, die zei van... Het is helemaal in om een piratenplaatje te maken. Ja, ja. Dat was al die tijd helemaal in. Dat ja. Was onder, ja, het was ja. Helemaal in. Ja, ja. En ja, een piratenplaatje, ja. Ja, dan moet je even een onderwerp hebben. Wat nemen we dan op dan, hè? Ja. Nou speelden wij dus met Flame altijd heel veel in Duitsland. Voor de Amerikaanse militairen. Mm-hmm. En voor de Engelse militairen. En we hadden een heel groot blok countrymuziek. Ja. En countrymuziek, ja. Als je daar een Nederlandse tekst op maakt... Dan is het ook net een piratenplaatje. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. 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 Dus op een avond, de mannen van de band die zaten voetbal te kijken. Ze zeiden, nou, maak jij maar even tekst dan op een van die liedjes. Welke zullen we doen? Nou, Divorce. Ja. Sammy Wynette, dat was een van onze topnummers, zeg maar, bij de Amerikanen. Ja, ja, precies. In Duitsland. Nou, schrijf dan maar aan even een Nederlandse tekst op. Ja, en dat heb je zelf gedaan? Ja, ik heb al mijn teksten zelf geschreven. Oh, wow. Super, alles. Ja. Ja, dat wist ik niet. Dus ja. Okay. En nou ja, Divorce... Ja, dat is vertaald scheiding. Ja. He, maar scheiding is meer letters als divorce. Mm-hmm. He, het was D-I-V-O-R-C-E. Ja, mm-hmm. Ja, ja, precies. Maar ja, dat klopt er dan niet bij scheiding. Hoe dus krijgen we dat dan nou weer? Dan uit het ja. S-C-H-E-I-D-I-N-G. Ja, ja. Ingekort, nou, ja. Klaar. Verhaaltje, het is echt een leuk verhaaltje. Nou, heb ik die tekst erop geschreven. Heb ik er ook nog een stukje gesproken tekst in gedaan. Dat staat in het origineel niet. Nou, klaar. Nou, dan zijn we naar een van die jongens die kwam uit Eelde. En die zei, hey, Anders Doedens, die heeft een studio. Gaan we daarheen ja. Opnemen. Ja, precies. Dus wij naar Anders Doedens. En Anders Doedens is ook een country freak. Die speelt nog altijd country, speelt steelgitaar. Ja, dus dat viel ook gelijk in de smaak, dat, zeg maar. Dat viel gelijk ja, in geweldig. De smaak. En zei, nou, we gaan het opnemen hier. Ja. Hebben we gedaan. En nou, klonk leuk. Ja, dat is wel een leuk nummer. Ja. Ja. En wat nu? Ja, dan moeten we zien dat we... platenmaatschappij krijgen. Ja, precies. Toch? Ja. Dan moet je ja. Vernieuw. Dan kwam toevallig Eddie Harms. Ik weet niet of je die kent. Eddie Harms, die kwam langs. Ik nou, niet. Die was bij Polydor, was die dus de talentenjacht, zeg maar, in de buurt van het noorden. En die moesten dan talenten zoeken. Nou, mm-hmm. Die kwam langs en zei, oh, dan geef maar mee. Ja. Neem wel mee naar Polydor. Nou, naar Polydor. En dan waren ze wild enthousiast. Ja, oké. Okay. Nou, wij stom verbaasd. Oh, nou, ja. Dat is ook wat, ja. Eerste plaatje die je zelf maakt. Maar dat is toch geweldig, of niet? Ja, maar er moet ook nog een B-kantje bij, ja. Want, ja. Ja, een singeltje moet je ook een B-kantje. Nou, ik weer in de pen. Maar wel voor papa. Die op de achterkant. En daar ging die. Ja. Nou, het werd een gigantisch succes. Mm-hmm. Kwam direct Adje Roland. Dat was toen nog nummer 1, stond hij daar. Ja, Nederlandse top gek. 10. Ja, en in de Veronica top 30 stond hij ook. Direct op nummer 9. Dus dat ging als een trein. Fantastisch, ja. Ik heb, we kunnen die plaat van Vaarwel voor Papa wel even draaien. Ik kan er nog iets over vertellen. Over de plaat zelf. Je bedoelt de plaat scheiding. En, ja, Vaarwel voor Papa. Ja, ja. Dat is het B-kantje dus. Ja, ja. Nou, Vaarwel voor Papa, dat is het verhaaltje dus van... een man die gaat een beetje zijn eigen gang. En zijn vrouw die, die hangt er een beetje bij. En op een gegeven moment zegt ze van... pik het niet langer. Ik ga er vandoor. Vaarwel voor papa. Mm-hmm. We gaan hem even draaien. Kom straks bij je terug. Dat is goed. Oké. Okay. Mama scheen tevreden met het leven dat ze had. Want ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Twee gezonde kinderen en een man die ze aanbad. Dus ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Voorop stond in haar leven om ons steeds een thuis te geven. Vol warmte en geborgenheid, de schat. Ze vroeg geen luxe dingen, want die had ze nooit gehad. En ze klaagde niet tegen ons of tegen papa. Hij ging vaak uit, maar steeds alleen. Ze wist soms niet hoe lang waarheen. Maar ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Hij gaf haar nooit eens bloemen, nooit één enkel compliment.
maar ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Het scheen haar niet te deren dat zij moest accepteren dat liefde niet voor haar was weggelegd. En ze scheen het niet te missen, dat beetje aandacht, een paar kussen. Want ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Het was op een dag in mei, die dag blijft me steeds bij. Mijn leven lang, want ik vond de brief voor papa. En daarin had zij geschreven, zo kon ze niet verder leven. Wachtend op liefde die ze toch nooit kreeg. Ze schreef, de kinderen zijn nu groot. Ze zorgen voor hun eigen brood. En de huishoudster voor jou komt overmorgen. Zij vraagt geen liefde zoals ik, maar slechts een dak boven haar hoofd. Papa scheen totaal verdoofd, want ze klaagde nooit tegen ons of tegen papa. Vaarwel voor papa. Onze kleine schat is 4 jaar oud en al een hele vent. Elk woord spellen wij waarvan ik niet wil dat hij de betekenis kent. Zodat hij nu vraagt, wat is A-L-I-M-E-N-T-A-T-I-E? Voor hem een spel, maar voor mij een hel. En het breekt mijn hart in twee. Onze S-C-H-E-I-D-I-N-G valt voor mij niet mee. Ik weet dat je gaat en ons voorgoed verlaat. Maar mijn hart zegt nee. En zeg net als jij met de kleine erbij, S-C-H-E-I-D-I-N-G. Kijk hoe die speelt en zijn nieuwe fietsje streelt. En dan zegt, ben ik nu 5? En dek ik hem dan toe, vraagt hij van het spelen moe. Waar papa nou blijft, dan wordt het me te veel. Met een brok in mijn keel draai ik mijn hoofd, verberg mijn verdriet. Al spel ik ieder woord dat mijn geluk verstoort. Mijn tranen spellen kan ik niet. Onze S-C-H-E-I-D-I-N-G valt voor mij niet mee. Ik weet dat je gaat en ons voorgoed verlaat. Maar mijn hart zegt nee. Ik wil jou niet kwijt en ik vermijd ruzie tussen ons twee. En zeg net als jij met de kleine erbij, S-C-H-E-I-D-I-N-G. En steeds weer diezelfde vraag. Mama, wanneer komt papa nou terug? Maar hoe leg je uit aan een kind van 4 dat zijn papa meer houdt van die andere vrouw dan van jou? En dat die nieuwe fiets niet was voor zijn verjaardag of zo, maar was bedoeld
als afscheidscadeau. Onze SCHEIDING valt voor mij niet mee. Ik weet dat je gaat en ons voorgoed verlaat, maar mijn hart zegt nee. En zeg net als jij met de kleine erbij, SCHEIDING. Wat jou daaraan zo trekt. Ach, dat is niks voor een vrouw, zeg jij en telkens. Tot ziens mijn boterbloem als je vertrekt. Maar dat gaat vanaf nu veranderen. Wat moet ik in een huis stil en leeg? Jij zet beslist de bloemetjes weer buiten. Jou een koek van eigen deeg, want deze boterbloem gaat op stap, gaat vleuten en flaneren aan de tap. Weg met dat stilverwijt, hoogste tijd dat ik daarmee kap. Ja, jouw boterbloem gaat op stap en ik drink net als jij een glas whisky. Jouw boterbloem wordt een wilde orchidee. Ondeugend en uitdagend, een beetje sexy. Je herkent me vast niet eens in het café. Ja, deze boterbloem gaat op stap. Gaat flirten en flaneren aan de tap. Weg met dat stilverwijt, hoogste tijd. Dat ik daarmee kap, ja, jouw boterbloem gaat op stap. Ja, deze boterbloem gaat op stap. Ja, deze boterbloem gaat op stap. Vaarwel voor papa, scheiding en deze boterbloem gaat op stap hebben we gedraaid. Ja, inderdaad. Was dat dan ook de volgende plaat, deze boterbloem gaat op stap? Of zat er nog wat tussen? Nee, de boterbloem die gaat op stap, die stond eigenlijk op de LP. Die is later uitgekomen, want die is niet echt toen als single verschenen. Terwijl het een heel populair nummer was. Ja, zeker. Nee, na de scheiding kwam dus de regenboogmantel. Oh, de regenboogmantel, juist. Ja, ja. Dus en qua bekendheid overtrof die later nog de scheiding eigenlijk. Van als mensen zeggen van Monica West, dan zeggen ze regenboogmantel. Regenboogmantel, ja. Dat was een nummer van Dolly Parton voor Manie. Ja, The Code of Many Colors. Code of Many Colors, en dat was ook een leuk verhaaltje. En het is altijd zo, als je een Engelse tekst moet je nooit letterlijk gaan vertalen. Nee, maar dat wordt niet mooi. Dan lijkt het nergens op. Nee. Maar ik hou dan vaak, als het een leuk verhaaltje is, wel het verhaaltje aan. Maar dan vertel je dat gewoon op je eigen manier. En dan is het, dan is het gewoon je eigen tekst. En dan is het een nummer wat wel goed in het Nederlands klinkt. Ja, precies. Ja. Dus de regenboogmantel, daar was ik wel blij mee. Dat
Ook vaak volle toeren en je kwam overal, want dat nummer deed het enorm goed. Ja. Bij de Piraten, maar ook bij de nationale zenders deed hij het goed. Okay. Ja, Frits Spits heeft mij er zelfs nog een keer over gebeld en die zei: oh, mijn moeder vindt dat zo'n mooi nummer. Ja. Oh, leuk. Ja, dat komt ook echt een beetje door het gevoel wat je erin brengt, denk ik. Ja, ja, maar je weet hem echt heel goed te brengen. Ja, maar als je zelf een tekst schrijft, dan zit jouw eigen gevoel zit er al in. Ja. Ja. En dus dan komt het ook zo over. Ja, precies. Dat is knap. Nou worden bijna al je platen wel gedraaid bij Piraten. Maar heb je zelf ook wel zoiets van: goh, ja, die plaat heeft het echt wel goed gedaan bij de Etenpiraten? Nou, bij de Etenpiraten hebben al mijn platen eigenlijk wel goed gedaan. Hoor. Ja, ja. Wat mij ook wel verbaasde, was: ik heb ook een nummer opgenomen dat was helemaal gesproken. Dus The Story of Johnny Walker. Oké. Okay. En dat werd ook heel goed door de Piraten opgepikt. Er wordt nog steeds heel veel gedraaid. Dus ook heb ik gewoon een heel verhaal geschreven. En dan gewoon ingesproken. Ja, hoe vond je dat zelf? Ik bedoel, je hoort jezelf bij een piratenzender weer voorbij komen. Ja, je luistert naar de Piraten. Luister je regelmatig naar Piraten? Ja, zeker. Ik luister wel naar piratenzenders. Ja. Ja, ik weet niet anders. Dan hoor je jezelf in één keer weer voorbij komen. Dan als je in de auto zit ook, dan heb je ook wel een piratenzender om. Hey, ik ben erop. Ja. Nee, dat is natuurlijk altijd fijn. Ja. Want die piraten, die hebben mij in feite dus wel het meeste populariteit gebracht. Goed gepromoot, zeg maar. Gedraaid. Ja, heel veel gedraaid. Ja, klopt. Ja. Had je dan ook veel optredens in die tijd? Ja, het was echt. Was dat dan een beetje in de buurt? Week, of, ja. of, nee, het ging wel heel ver hoor, tot Rotterdam aan toe. Oké, okay. Ja. Super, ja. 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 En ook veel in Twente, die kant. Daar had je dus ook veel piraten. Nog steeds, ja. Nog steeds, ja, absoluut. Ja, dat is het ook heel. Daar zijn ze er echt gek op, ja. Ja, klopt. Klopt, ja. En wat is eigenlijk je favoriete plaats die je hebt opgenomen? Dat je echt denkt van. Ja, dat vond ik echt een mooie plaat om in een studio te gaan opnemen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik vond Het Laatste Blad, dat vond ik altijd ook heel mooi. Het is ook een mooi verhaaltje. Ja. Want ik probeer toch altijd in mijn teksten een verhaaltje te maken. Als liefst op het einde met een clue. En dan is het, op De Wieg is ook zo'n nummer. Op het einde dan. Ja, dan ja die, die is helemaal opbouwen, hè? Ja, je verhaal. Ja, je bouwt een verhaaltje op en dat is. Ja, dat vind ik zelf persoonlijk dan. Mooi. Ik hou ervan gewoon om de liedjes, dus de teksten te schrijven. Daar zit voor mij dus het gevoel in. Ja. En dan vinden mensen ook, daar reageren mensen ook op. Want ik krijg altijd ontzettend veel berichten. Ook via Facebook van mensen van: oh, dat nummer, dat herken ik mij zo in. Dat was ook met Dick Peter en zo. Dat is, oh. Maar dat geeft dus, dat geeft je toch een fijn gevoel. Mm-hmm. Ja. Maar hoe ziet zo'n dag eruit? Ik bedoel, je gaat dan naar zo'n muziekstudio hier in de buurt? Of? Nou, de eerste studio die ik dus de liedjes opgenomen en dat was aan de Doedens in Eelde. Ja. Dus ik maak thuis dan een tekst. Of aan de Doedens, die kwam ook wel. Die zat ik helemaal in die countrywereld. Ook wel met ideetjes van: hey, dat is ook een leuk nummer. Misschien kun je daar even een tekst op maken. En dan zat, als hij daar was, dan zei hij: nou, maak ik mijn tekst. Dan reed ik, als ik naar huis reed, dan had ik het al in mijn hoofd. Was ik thuis, schreef ik hem gelijk op, belde hem. Ze: heb je hem al klaar? Ja, dat ging heel snel. Dus als het verhaaltje dan borrelt dat zo boven. En dan is het klaar. Ja, dan prik je een datum, ga je erheen. Ja, en vroeger dan nam je dus de. Hij maakte dan een band. En we hebben ook wel dat we met alle instrumenten en zang alles tegelijk opnamen. Dat gebeurde ook wel. Ja, en het moest. Je zong het even een paar keer in, de stem even warm zingen. Nou, opname klaar. Dan de tweede stem er nog even bij, soms nog een derde stem. Nou, had je het klaar. Ja. Ja, dat tegenwoordig gebeurt dat vaak toch wel anders, gewoon in gedeeltes en zo. Dus dat is, en vroeger was het ook allemaal met echte instrumenten. Ja, en ook op band, hè? Alles op band. Ja, ja. Ja, maar toen ik op pad ging, zeg maar. Vroeger zat ik dus in groepen. Dus in de René Five heb ik gezeten. En alle die groepen die ik genoemd heb. Maar als je dan alleen op pad gaat. Ja, dan moet je met muziek mee. Een orkestband. En dat, vroeger had je zo'n hele grote bandrecorder. Ging er mee. Van die grote spoelen erop. En draaien. Dus dat is dan een heel gedoe. Ja. En later werd het de minidisc. Werd al een stuk makkelijker. Klopt, ja.
Ja. En nou ja, gewoon zo'n USB-sticky. Ja, ja, nog zo, makkelijker. Zo makkelijk, een klein sticky. En, ja, en verder niks. Nou, een stuk simpeler. Kun je zo in mijn tas doen. Ja, ja, nou, precies. Ja. Ja. En perfect, hè? Ja, 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 goede, ja, kwaliteit. Ja. Ja. Dus absoluut, dat is wel een verandering in de loop der jaren. Ja. Regenboogmantel, die hebben we nog niet gedraaid, toch? Of? Nee, maar nog niet. Zullen we die even draaien tussendoor? Ja, een goed idee. Ja, okay. Ja. 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 Het regent, toch? Ja. Blij en tevreden met alles wat ik heb, denk ik terug aan mijn jeugd. En die doos met oude vodden die iemand aan ons gaf, is altijd weer het eerste wat mij heugt. Vele bont gekleurde stoffen, al een klein, de meeste oud. Ik had geen warme mantel en de winter was zo koud. Mama stikte al die stukjes aan elkaar, zo op het oog. Het werd een jas met alle kleuren van de regenboog. Ze verhaalde ondertussen urenlang als ik dat vroeg, over Jozef uit de Bijbel en de mantel die hij droeg. Misschien brengt deze mantel jouw voorspoed en geluk, zei ze toen ze al die lapjes had verenigd tot één stuk. Die regenboogmantel had mama gemaakt voor mij, van lompen waar de waarde was veel meer of dan van zij. Al had ik dan geen stuiver en vond men mij te min, in mijn regenboogmantel voelde ik mij koningin. Ten einde raad
als jij bij een klein gebouw. En omdat ik wil zien wie jouw geliefde is, gluur ik door een raam. En dan zie ik daar door mijn tranen heen de echte reden staan. Van geluk. Want wat ik zag door dat raam bracht mij totaal van mijn stuk. Al mijn gedachten van wantrouw en achterdocht, ze waren fout. Jij wou mij verrassen met een zelfgemaakte wieg van hout. Datgene waarvan ik jou had verdacht. Maar 2 maanden later was alles vergeten. Toen in diezelfde wieg onze baby lag. De regenboogmantel hebben we gedraaid. Ook een plaatje van De Wieg. En die heb je zelf uitgekozen, Monica, toch? Ja. De Wieg. Ja, die heb ik zelf uitgekozen. Want dat vind ik wel ook een van mijn mooiste nummers. Het is een mooi verhaaltje. Zijn en leuk. Het gekke is dat heel veel mannen vinden dat een mooi liedje. Want is het ook? Die voelen dan van, hey, ik doe iets, ik maak iets voor mijn vrouw. Een beetje herkenning waarschijnlijk. Ja. Die reageren erop van, dat vind je zo'n mooi nummer. Ja. Ja. En speel je dit of zong je dit dan ook in het verleden in feesttenten of zo? Of was het meer een zaal met allemaal mensen die aan de tafel zaten? Of, ja. Nee, dit nummer dat zong ik ook gewoon in feesttenten. Dus als je op piratenfeesten, heel veel piraten die gingen vaak samen een feestavond organiseren. En dan, dit nummer werd heel veel gedraaid bij piraten. Dus mensen zongen het gewoon woordelijk mee. Ja, precies, want het is eigenlijk helemaal geen feestnummer. Daar verbaas ik mij altijd over. Maar dat is ook zo met de regenboogmantel. Dat is een hele grote lap tekst. Maar woordelijk hoor, zingen ze alles mee. Ja, te gek. Ja. En dan raad je zeker vast en zeker ook bij de nummer Scheiding. Scheiding ook, ja. Ja. Dan vroeg ik altijd bij het optreden. Nou mensen, kunnen jullie een beetje spellen? Even oefenen. Nou, dan ging het los. Nou, dan konden ze lekker meebrullen. Ja, het is natuurlijk een nummer wat een inhoud wat je zegt van het is niet zo heel vrolijk. Maar, nee. Het werd wel vrolijk meegezongen. Ook niet bepaald een feestnummer, nee. Nee. Ze gingen er ook op dansen, zeg maar. Ja. Zeg maar, hoeveel albums heb je eigenlijk gemaakt? Ik heb 4 albums uitgebracht. Oké. Okay. De eerste was de Regenboogmantel. En daarna Storm. Gaat voorbij. Ja. En de Rode Corner. En dan heb ik ook nog een Drentstalig album uitgebracht. Oké. Okay. Monica West gaat Noordoost. Ja. Dus dat is 4 albums. 4 albums, ja. Zijn die ook allemaal op vinyl uitgebracht? Of LP? Of? Nee, ik heb 1 LP maar uitgebracht. Oh, dat is de Regenboogmantel volgens mij, of niet? Dat was de Regenboogmantel, ja. Dat vertelde Roxanne net al over. Toen was het LP en vinyl stadium wel voorbij, hè? Ja, en nu is het helemaal terug. Ja, maar toen had je dus de CD. Dus, en nu heb ik dus alweer heel wat vinyl platen.
uitgebracht. Want ja. die oude nummers, die, zeg maar, die op de vinyl LP stonden bijvoorbeeld, ja, die komen dan ook allemaal weer uit. Ja, ja, precies. Op vinyl. Laatste blad is nou ook net weer uitgebracht op vinyl. Oké. Okay. Nou, dat gaat geweldig. Ja. Ja. En die waardes van die singles ook, hè? Mooi is dat, hè? Ja. Ja. Die singeltjes van u, of van jou, ja. We hebben afgesproken, jij, ja? Ja. 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 Die singeltjes, die hebben best wel een grote waarde, hè? Veel waarde, zeg maar, tegenwoordig. Ja, zeker. Want de regenboogmanten, daar betalen ze zo €40 voor. Ja. En de LP, hè, vorige week, nog iemand die bood er €200 voor een LP. Ja, geweldig, toch? Ja. Ja. Kan je er wel bij? Ik heb er maar 3, dus ik doe het niet weg. Ja. Nee, maar één is genoeg, toch? Ja, wat hebben ze vroeger gekost, ongeveer? Nou, vroeger, ik dacht ze dan, ja, 16, 17 gulden, zoiets was het vroeger. Ja, ik wou dat ik er nog 100 van had. Nou, ja, dat is vaak ook het probleem, hè. Als er heel veel van zijn, ja, dan is de waarde niet zo hoog. Nee, precies. Nee, dat klopt. Nee, klopt. Ja. Ja. Maar goed, als we een beetje, ja, in de nu gaan, zeg maar. Ja. Wat doet Monica best nu eigenlijk tegenwoordig? Nou, nu ik treed niet meer op. Sinds vorig jaar ben ik gestopt met live optredens. Vorig jaar is nog wel een nieuwe vinyl single uitgekomen. Dus dat doe ik nog wel. Maar ik heb eigenlijk geen zin meer om bij Nacht en Ontij op pad te wezen. Jammer, ja. Ja, ja, dan, ja. Zeggen jullie jammer. Maar dat zeggen wij jammer, ja. Bij die coronatijd, toen vernam ik zo'n, ja, oh, het weekend niet op pad. Is ook wel heerlijk. Vrij. Je kan allerlei dingen doen. Dat is. En als je al zo lang optreedt. Ik heb 60 jaar lang opgetreden. Nou, de meeste mensen werken geen 60 jaar, hoor. Nee, dat klopt helemaal. Ja. Dus dan vind ik. Ik geniet van mijn pensioen. Ja. Ja. Maar je bent nog wel volop aan het zingen. Ja, ik onderhoud de stem ook wel. Dus ja, dat wel. Ja. Ja, onderhouden. Hoe doe je dat dan? Gewoon met zingen? Of? Ja, met zingen. Als je dus bijvoorbeeld heel lang niet zingt, dan wordt je stem toch minder natuurlijk. Ja. Ja, dus als je daar weer een plaatje opneemt, dan moet die stem nog wel goed zijn. Het is toch wel een vraag die ik vorige keer ook aan iemand heb gesteld. Ja. Sommige artiesten die hebben een rietje met water. En die gaan borrelen. Ja, bubbelen. Ja, bubbelen. Bubbelen, ja. Oké. Okay. Nou, dat werkt heel goed, hoor. Ja. Altijd voor ik ga optreden, nou, dat weet Roxanne ook wel. Dan een glas water en dan een rietje en dan bubbelen. Dan is je stem, die is gewoon heel lekker los. Dat is echt zo. Mensen denken van dat is flauwekul, maar dat is niet zo. Ja, op een filmpje dan schiet je even in de lach, weet je wel. Dan Maar het is echt zo, dus. Dat werkt heel goed. Dat deed ik altijd. Ja. Ja. En zijn er ook bepaalde drankjes dan? Nee, ik doe gewoon water. Gewoon water. Oké. Okay. Alcoholvrij. Ja. Bij mij helpt dat een kopje koffie wel, Patrick. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Eerst dan een kopje koffie en je hebt een hele zware stem, hè, morgens. Ja, zeker. Ja. Lekker bakkie pleuren. Lekker bakkie pleuren, ja. Ja. Ja, goed. Maar jammer. We hadden buiten de uitzending, hadden we het er net nog even over. Ja. Tukker FM. Je was nog niet benaderd, hè, voor Tukker FM. Maar nee, ja, nee. Je hebt ook zoiets van, misschien Ik denk gestopt is gewoon gestopt. Ik daar heb ik goed over voor nagedacht van moet op je hoogtepunt stoppen. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, dat is mooi dat je na 60 jaar kan zeggen, want dat is mijn hoogtepunt. Ja, toch? Ja. Ja, het is altijd heel goed gegaan. Ja, precies. Ja, te gek, joh. Dat is altijd succesvol en leuk. Dus, ik ben nog alleen benieuwd naar de nieuwere muziek. De nieuwere muziek? Ja. Maar we hebben natuurlijk allemaal over het verleden gehad. Ja. Nee, de nieuwe muziek die doet het ook enorm goed. Ja, ook op TV Oranje begreep ik. Ik ben bij de verzoekparade van TV Oranje. Daar ben ik elke dag ben ik erbij. Want ik heb een hele grote schare fans. En die stemmen mee. Mm-hmm. En dan ben je er elke dag op. Ja, ik zie het ook veel op je Facebookpagina voorbij ja, komen. Ja, ik zet elke dag even een berichtje erop en... mensen vragen dan, je bericht staat er nog niet op. Ja, die verwachten dat gewoon. Dus en die willen ook meedoen. Ja, precies. Dat is alleen maar fijn. Zeker weten. Welke zullen we eens even gaan draaien van nu? Nou, mag ik kiezen? Dat mag. Nou, zeg ik Rode Vender. Oké. Okay. Welke mogen we er achteraan draaien dan? Nou, doe het lijntje naar de hemel er maar achteraan. Gaan we dat doen.
zegen des heils. Speelde hij de sterren van de hemel met mooie akkoorden. Op een afdansen gitaar in een versleten jeans. Maar mensen bleven staan, wisten niet wat ze hoorden. Ook Wouwer en zijn broer Henk, terrasmuzikanten, voelden de passie van die knaap door hun ziel gaan. Maar toen Wouwer dit gevoel met zijn broer wou delen, leek deze opeens heel sneaky weggegaan. Nog een kwartier daarna stond het hele publiek en ook Bouwe pof toen Henk zijn instrument om thuis gehaald aan de verbaasde jongen gaf. Een rode Fender, een droomgitaar had hij gegeven. Zijn rode Fender, zijn droomgitaar. De mooie klank die bleef alle jaren, dat die knaap speelde op de snaren van die rode Fender. Een droomgitaar. Zijn broer die hij zo mist staat voor de deur. Die jongen van de leeuw onder zijn arm. Een oude gitaarkist. Met een rode Fender, een droomgitaar. Door Henk destijds gegeven, een hemels gebaar. Jarenlang mis ik jou hier beneden en zoek contact via de sterren, maar dat stelt mij niet tevreden. Ik bel met Nashville op Nieuw-Zeeland, want mijn bereik dat kent geen grens. Toch is er één waar ik geen contact mee krijg, en dat blijft voor altijd een wens. Een lijntje naar de hemel, wat zou dat heerlijk zijn. Een lijntje
vlaggetje naar de hemel. Verzachte veel leed en pijn. Een lijntje naar de hemel. Even praten met hen die er niet meer zijn. Een lijntje naar de hemel. Wij beslist de best bezochte lijn. Hallo met mij, ik mis je. En zou graag weten hoe dat zit met jou. Kijk jij vanuit die hemel, oh, naar mij, nou. Ook wil ik weten, ben jij daarboven een blij en gelukkig mens? Een antwoord op die vragen geeft troost aan mijn verdriet, maar het blijft voor altijd een wens. Een lijntje naar de hemel. Wat zou dat heerlijk zijn. Een lijntje naar de hemel. Verzacht ik veel leed en pijn. Naar de hemel. Even praten met hen die er niet meer zijn. Een lijntje naar de hemel. Wij beslist de best bezochte lijn. Maar van die wens komt nooit iets terecht. Want die lijn wordt niet aangelegd. Veel leed en pijn. Een lijntje naar de hemel. Even praten met hen die er niet meer zijn. Een lijntje naar de hemel. Wij beslist de best bezochte lijn. Ja, een lijntje rechtstreeks naar de hemel. Beslist de best bezochte lijn. Een lijntje naar de hemel. De rode Fender en lijntje naar de hemel. Mooi nummer zeg. Ja, prachtig zeg. Ja, en ook echt nog die sound hè? Ja, nou ja. Hoe komt dat? Nou, dat is natuurlijk de sound die bij mij hoort. Dus je probeert ook altijd dat gewoon op die manier op te nemen. Dat het ook hetzelfde klinkt. Want dat verwachten mensen ook. Nee, want je vertelde net buiten de uitzending al van dat je ook echt dezelfde microfoon nog gebruikte voor die opnames. Ja, dat was met de laatste single die eind vorig jaar is uitgekomen. Ja. Die is ook op vinyl uitgekomen. En die heb ik ingezongen voor dezelfde microfoon als waar ik de regenboogmantel ingezongen. Dus, ja, geweldig toch? Ja, dezelfde studio, dus je krijgt gewoon hetzelfde soundje. Ja, top. Ook dezelfde stem nog van vroeger. Hè? En dezelfde stem. Ja, je herkent het gelijk. Dan helpt dat bubbelen toch wel. Ja, dan moeten we dat ook maar doen helemaal. Ja, dat is wat anders. Nou, kijk, Roxanne doet ook mee. Ja, want die had Roxanne meegebracht, jouw dochter. Ja. Ja, die gaat ook altijd mee. Ja. Nou, wil je ook even wat vertellen, Rox? Ja, ik ga altijd gezellig mee met mama, dus dat wordt ook wat. Ben je een beetje trots op mama? Ja hoor, ik wel. Ik hoor je elk liedje meezingen. Ja, dus, ken ze allemaal. Ja, nou super. Ja. Nou.
En hoe vindt mama? Neem de microfoon weer terug. Ja. En hoe vindt mama dat dan, als dochter meegaat? Nou, het is gewoon gezellig natuurlijk. Ja, geen hoor, want jij, je traint niet meer op, hè? Maar ja. Ja, nee, maar ze is altijd de laatste jaren, dus zeg maar, is ze altijd meegegaan. Dus dat is gewoon gezellig. Ook naar de muziekstudio? Met de opnames met en zo? Met de opnames soms wel, niet altijd, maar vaak is ze wel meegegaan, ja. En ik begreep dat ze zelfs ook in een videoclip zit. Nou, als je de videoclips bekijkt, dan zit ze bijna in elke videoclip. Oh, een klein tipje zit ze ergens. Ja. We gaan er even op letten. Ga maar even op YouTube kijken. Er staan genoeg videoclips op. En dan zul je zien dat Roxanne bij heel veel clips eventjes voorkomt. Ja, precies. Ja. Sowieso een tip voor de luisteraars. In elk geval iets met een rode telefooncel. Ja, dat is eentje naar de hemel. Ja, precies. Ja, daar zit ze ook in. Heb je zoveel platen uitgebracht. Hè? En er zitten veel verhalen in. Maar wat is eigenlijk je boodschap als Monica West? Wat je graag je fans wil... Meegeven. Mensen dus de emotie gewoon voelen. Dus gewoon de muziek dus beleven. Hè? Je luistert naar iets en je blijft luisteren. Want je wil weten hoe het afloopt. Ja. Dus dat moet er eigenlijk... Ja, dat vind ik altijd dat het verhaaltje wat ik dan maak... Dat moet erin zitten. Ja. De mensen blijven luisteren. En dan... Ja, dan is het ook... jarenlang gaat zo'n liedje ook mee. Dat is met een regenboogmantel ook zo. Dat is een verhaaltje. Ja, de kleren die je draagt, die bepalen wie je bent. Hè? Mm-hmm. En soms word je uitgelachen om wat je draagt. En dat is toch ook iets van alle tijden. Ook een nummertje van Jessica, hè? Die vind ik ook... Jessica, heel mooi. Een nummer. Ja. Ja, dus ook een heel verhaaltje. Ja. 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 Dus even een korte samenvatting. Je mag wel spreken zeg maar over... Dat je artiesten, dat je echt wel bekend bent geworden door de piraten? Ja, ik ben echt bekend geworden door de piraten. En ik ben al gestopt met live optreden, maar ik vind dus wel... Ik bedank ook alle piraten, ja, dat meen ik echt. Want die hebben mijn carrière gewoon gemaakt. Want die hebben altijd mijn liedjes gepromoot, gedraaid... En ik heb ook op heel veel piratenfeesten opgetreden. En altijd heel goed ontvangen. Bij heel veel piraten ben ik op bezoek geweest. Mm-hmm. En nou, echt altijd geweldig. Ook echt als we aan de draai waren, aan het uitzenden? Ja, zeker. Vroeger ging het al op een hele geheime manier. Dan mocht je niet weten waar ze zaten. Nee, precies. Moest bijna een blinddoek om. Dat was toch echt geheime zender, Dat was echt geheim. Tegenwoordig kun je bijna op Facebook zien waar ze zitten. Hè? Ja. Maar dat was wel toch heel gastvrij altijd. Dus, We willen eigenlijk je nieuwe of vorig jaar vertelde je al. Ja, je hebt ook een singeltje meegenomen. Ja. Die kunnen we nog wel even draaien, denk ik. Voor eens en voor altijd. Ja. Ja. En heb je daar nog wat over te vertellen verder? Ja. Nou, het is... als je vinyl is die uitgekomen. Want vinyl is heel populair tegenwoordig. Dus als je wat vinyl uitbrengt en mensen die... Ja, er zijn vaste... groep die wil gelijk zo'n nummer hebben. Ja, dus, het was ook gelijk uitverkocht begrepen. Ja, het was gedrukt en dan zijn gelijk de afnemers... doe mij met 3, doe mij met 4 en dan is die zo weg. Toen was het weg. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Goed, tijd zit er alweer bijna op voor vandaag. Eigenlijk heb je het al verteld, maar... wil je nog wat zeggen tegen de piraten? Ja, je hebt het zelf... En de luisteraars natuurlijk. En de luisteraars. Ja. Je hebt het eigenlijk al overgebracht van... Nou, ik zou de luisteraars zeggen, ga ik eens op... YouTube kijken, want ik heb natuurlijk ook heel veel videoclips gemaakt. Hè? Bij heel veel nummers en vooral de laatste nummers. Daar is ook een videoclip bij. Nou, kijk eens even op YouTube. Ja. Is genoeg te zien. Ja. En te horen. Is goed. Nou, goede tip. We gaan je nieuwe single even draaien. Nou. Hoe heet die? Voor eens en voor altijd. Monica, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Heel gezellig. Ja. Ja, vond het gezellig? Ja, zeker. Ja. Wel een sfeer zo. Ja. Ja, dit is tenminste echt een piratencafé. Kijk, Roxanne vindt het ook gezellig. Ja. En Patrick loopt straks nog even naar achter toe, want er ligt nog wat klaar, hè? Ja, zeker. Ja, maar ja, dat gaan we nog even regelen. Gerard Bloemka. Dat mogen we niet zeggen. Oh nee, geen reclame. Monica, nogmaals bedankt. We gaan je single even draaien. Heel graag gedaan. Voor eens en voor altijd. Tot volgende week. Tot volgende week. Blijf altijd hun mama. Johnny, alsjeblieft,
geloof me, ook al bleef je mij niet trouw. De kinderen neem ik nimmer weg van jou. Je bent het vast vergeten, de verjaardag van onze Marie. Geprobeerd je te bereiken en dat lukte steeds maar niet. Maar haar cadeau heeft ze gekregen. Ik had het besteld een week tevoren en getekend met liefst van papa. Dus Marie had het niet door. Voor eens en voor altijd samen, werd voor altijd uit elkaar. Maar dat gaat niet voor onze kinderen, jij blijft altijd hun papa. Johnny, alsjeblieft, beloof me, ook al bleef je mij niet trouw. Laat je kinderen niet in de steek, zoals je wel met mij hebt gedaan. Dankjewel. Ik blijf mee. Mooi.